Rog hier, wat kan je mij allemaal vertellen over de décolleté? Ja, wat er mis mee is. Wat er mis mee is, uiteraard. Ja, precies. De problemen met het décolleté worden soms wel samengevat met de duivelsfontein of devil's fountain. Zo. Dat is eigenlijk dus dat die rimpels zich ontspruiten als een fontein uit de borst. Die kan je gewoon goed behandelen. Oké. Maar goed, het kan natuurlijk ook altijd hyperpigmentatie en roodheid. Andere dingetjes kunnen ook bij de décolleté. En mensen die er last van hebben, wat kunnen die doen? Welke behandelingen? Ja, over het algemeen, gewoon voor de devil's fountain zijn fillers hetgene wat je moet doen. Dat heb je oppervlakkige of zachte fillers en je wat diepere of wat meer volumineuze fillers. Ja. Voor diepere rimpels kan je gebruiken. En voor plexer. Plexer kan je ook doen. En om gewoon die rimpels ook wat te egaliseren. Nou, ja. Voor de huidschade. Ja, de pigmentatie. Peelings of crèmes kan je dat gebruiken. Ja. En goed, dat is al goed om te lossen. Oké, duidelijk. En mensen die de behandeling ondergaan, wat kunnen die verwachten? Ja, afhankelijk van de rimpels of van het middel wat je kiest, houdt dat ongeveer jaar tot anderhalf jaar aan. Okay. En bij de peelings moet je soms wel bijhouden, want het komt soms wel eens terug, maar het kan ook wel eens permanent zijn, maar dat is ongeveer, ik schat zo in 1,5 jaar, 2,5 jaar, dat je zo moet. Als je dus last hebt bij je décolleté van onder andere rimpels, dan kan je dus fillers gaan gebruiken. Dat is een hele goede oplossing. Het kan ook zijn dat het met huidpigmentatie en zo te maken heeft. Dan is bijvoorbeeld een peeling ook een optie. Of het gebruik van een crème bijvoorbeeld. Ja, zeker. En de plexer. Ja, precies.